Hoi, ik ben Roland Snijder. Ik werk bij Slagerij De Goeie in Vianen en ik doe een combinatie van werk en leren tot worstmaker. Ja, mijn naam is Hans De Goeie, eigenaar van Slagerij De Goeie in Vianen. Een familiebedrijf dat afgelopen jaar 60 jaar bestond. Mijn werkzaamheden in de worstmakerij begint bij het uitsnijden van het vlees, de kruiden bekijken en voor de rest doen we het afwerken van de worst. 3 kilo. Ja, we hebben een volambachtelijk bedrijf. Dat betekent dat we het vlees, zowel rundvlees, varkensvlees, lamsvlees, kalfsvlees, in de been binnenkrijgen. Dat wordt hier in het bedrijf verwerkt. De worstmakerij die bestaat ook uit een stukje innovatie. Dus je bent altijd op zoek naar nieuwe producten. Het mooiste is dat je een beetje strak gespannen houdt, zeg maar. Zo, ja. Wat ik mooi vind aan de slagerij is de producten en hoeveel mensen daarmee bezig zijn geweest voordat het uiteindelijk op je bord belandt. Je moet hem veranderen in het vlees. Maar gaan niet in de kruiden veranderen, die staan vast. De leerlingen krijgen bij ons kans om zich op alle vlakken te specialiseren en te onderscheiden. Ze mogen dus alle werkzaamheden doen, van uitbenen tot uitsnijden tot worst maken en worst afwerken. We hebben heerlijke rookworst gemaakt, net vers uit de rookoven. Kijk eens, verse rookworst. Lekker man, de fijne? Ja, dus de fijne rookworst. Heeft zich inmiddels het worstmaken redelijk eigen gemaakt en kan zo goed als zelfstandig de worstmakerij van ons draaien. Ja. En dan bij mij weten met heel veel plezier. Ja, dat gaat echt veel plezier. Ja. Ik vind het echt leuk.